Renault Antwerpen. De auto's van stad. De gedempte Zuiderdokken, parkeerplaats en evenementenplein. Maar bovenal vast de stek van de Sinkse Voor. Veel bewoners van het Zuid kunnen het plein dan ook niet loskoppelen van de bekendste kermis van het stad. Dat hoort hier bij het Zuid. Als je hier komt wonen, ik ben hier 3 jaar geleden komen wonen, dan wist ik dat de Sinkse Voor hier ging zijn. Dus je moet het plezier ervan nemen en bepaalde nadelen. Maar ik weet niet of de Sinkse Voor een nadeel is. Het is een gegeven in Antwerpen hier, de Sinkse Voor op deze plaats. Dus ik weet niet, het zou jammer zijn. Het is een volksfeest, dat moet in Antwerpen blijven. Hè? Lawaai, vuil en storende lichtflitsen zijn er wel. Maar wie op het Zuid woont, weet dat op voorhand en leert ermee leven. Je hebt overlast van het lawaai, maar dat is 2 dagen. Als het begint, de 3e dag ben je dat weer gewoon. En de 4e dag ga je zelf naar de Sinkse Voor. En zo hoort het ook, dat hoort bij Antwerpen. Dat is heel druk en het is een probleem voor de parkeerplaats. Maar voor ons heel nodig. De kindjes altijd vragen wanneer komt er voor Sinkse Voor. Er is eigenlijk niet echt negatief te zeggen, maar ook niet veel positief. Dus ik ben ook altijd heel blij dat ze komt, want dat is altijd een attractie. Maar ik ben ook altijd heel blij dat ze hier terug vertrekt. Afwachten nu tot de uitspraak volgende week, of de voorkramers nota bene de kans zullen krijgen om na 5 weken kermis opnieuw op te kramen.